Peter van der Tor. U allen ook bekend, hij is onze secretaris geweest de afgelopen 4 jaar. Maar hij heeft besloten dat het nu na 4 jaar ook genoeg is geweest. Maar die 4 jaar was natuurlijk alleen 3 jaar al geworden. Hij heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld als bestuurslid. Maar Peter begon op zijn 6e als lid van Sparta. In 1954 was dat. Ik was er nog niet eens. Mijn vader spreekt nog met mij over de heg, zeggen ze dan. Hè? In 1960 werd hij lid van het jeugdbestuur. Ik heb hem even... In 1963 werd hij lid van het echte bestuur bij Sparta. En in 1966 werd je daar secretaris. In 1975, toen je 27 was, nam je in een crisistijd diverse lessen over omdat er leiding was vertrokken. En jij hebt je daar toen voor ingezet. In 1989 ben je op 41-jarige leeftijd voorzitter van Sparta geworden. En je belangrijkste taak was om de structuur weer terug te brengen in de vereniging en om er weer een gezonde vereniging van te maken. In 2000 ben je daar benoemd tot erevoorzitter. En in 2015 ben je secretaris geworden van Triade Halve. Dus al met al een zeer imposante lijst. En ik mag daar best wel even een applaus voor vragen. Peter, dat is een hele tijd, 50 jaar bestuurslid. Volgens mij moet het in je bloed en genen zitten. Als je al met je 6e in een jeugdbestuur komt. Nou, ik heb het wel uit de genen gekregen, want mijn moeder was ook al jarenlang penningmeester geweest bij Sparta. En ik heb het dus eigenlijk met de genen meegekregen. Oké. En hoe is het je vergaan in al die jaren? Altijd met plezier? Ja, het was een heel gezellige vereniging waar ik toch veel heb gedaan, maar altijd met de bestuursleden erbij en de leiding die we toen de tijd hadden. En mijn vrouw natuurlijk, die heeft ook veel meer gewerkt. Ja, daar heb je heel veel mee gewerkt, hè? Georganiseerd. Ja, ook in KGV, KGU-verband en zeker in de regio. We hebben allerlei nieuwe wedstrijden ontwikkeld en die zijn toen later allemaal overgenomen door de KGU. Oké. Ja, dat is 50 jaar en je bent al 60 jaar lid. Maar ik wist eigenlijk niet dat je zo soepel en zo lenig was. Nee, was te vroeg ook, hè, was dat. Hè? Dus tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het een beetje aanpassen aan de omstandigheden. Ja, ik leef op dit moment in de jubilaris en de sfeer. Ja, dat merk ik, ja. 50 jaar, 60 jaar. Mensenleven zo wat. Hey Peter, ik wens je alle goeds en het allerbeste. Dankjewel.